Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplan. Ik ben hier op de Dutch YouTube Gathering 9 met een paar van deze posters. En deze posters zijn super gewild, want er zijn er maar een paar van. En we gaan nu kijken hoe ver kijkers gaan voor zo'n poster. Oké, jongens, ik heb één poster. En, nee, rustig! Degene die het gekste ding doet voor deze poster krijgt hem. Een pen. Nee, ik rij niet voor pennen. Oh, dat is wel heel indrukwekkend dit. Oké, ja. Oh, dat is vies. Wat heb jij? Twee Ismael. Gamecube spellen. Wat zijn er voor Gamecube spellen dan? Ja, stomme spellen. Ros, deel dan met diamanten. Waar? Thuis. Ik ja, die moet. Hoe ik hem kan halen? Als jij mijn verhaal, kijk die poster. Ja. Ik ben eventjes bezig met de giveaway. Ja. Zometeen tekening. Goed? Ja, is goed. Zeg maar, ja, is goed. Ja, is goed. Cool. Ik bid je naar de poster. Wat zeg je? Doe wat je wilt. Ik ben een stukje. Dat vind ik. Ik denk dat ik te ver ben gegaan. Als ik een schaar regel, knip je dan je haar af? Ja. Heeft iemand een schaar? Iemand een schaar voor deze jongen? Ik heb nu... Heeft iemand een schaar bij zich, jongens? Dat is belangrijk. Heb je een schaar? Als er nog posters knippen, komen er nog posters. Oké, komt ie. Kun je even de microfoon vasthouden? Ja. Oké, nou, hier. Ga je moeder dit leuk vinden? Nee, maar dat maakt me niet uit. Yes! Ja. Moet je wel terugleggen. Beetje over detail. Je moet kapper worden, joh. Oké, jij hebt deze poster echt verdiend, man. Ben je er blij mee? Graag gedaan. Ja, dankjewel nogmaals. Ja, graag gedaan. Oké, hebben we nog een poster ergens? Is er iemand die is onderbroek door de zaal heen rent voor een poster? Je komt op het internet. Doe jij dat? Nee. Wie? Jij? Ja, ik wil dat doen. Ja. Doe maar. Dan, ik wil even interviewen ondertussen. Hoe voel je je hierbij? Fucking gaaf. Als we aan de kant kunnen gaan trouwens, dan Daar gaat hij. Kom maar terug. Nou, ik moet zeggen, ik doe het je niet na. Je hebt me verdiend. Fucking na. Hoe voel je je nu? Vernederd of tevreden? Ik voel me tevreden. Nou, is goed. Graag gedaan, man. Jongens, alvast, wie biedt er meer dan zijn haar afknippen en in zijn mond stoppen? Wat heb jij? Nou, dat is niet meer. Improviseer maar, ik weet niet. Improviseer. No, I don't care. Ik... Jongens, wat is een goed idee? Is er iemand die zijn sokken in zijn mond wil stoppen? Ja? Oké. Doe maar. En dan krijg ik de poster dit. Krijg jij een poster? Yes. Even die stinker. Heb je een beetje zweetvoet, of niet? Ja, moet je ruiken? Kom best wel mee hoor, als je vergelijkt met mijn voeten. Oké, dan gaan we. Hey. Helemaal erin. Ja, mond dicht, dicht. Wauw, applaus! Ga je echt bijna ja, op je nek. Dit heb je echt verdiend, man! Applaus! Yes.